Welkom bij een nieuwe video over Wie is de Mol. We zijn inmiddels bij aflevering 7 en dit is de aflevering in 10 seconden. De kandidaten moeten kisten versjouwen en zo aan de ene kant 750 euro en aan de andere kant 750 euro maken. Bij Russisch roulette kiezen ze 1, 2 of 3 jokers en aan een 1000 euro. Een executie met 2 personen. Dat brengt ons bij het volgende. Is Sarah de Mol? Is Merel de Mol? Is Niels de Mol? Of is Sinan de Mol? Als Sinan de Mol is, hij heeft heel weinig gedaan. We hebben natuurlijk niet alles gezien. Ik zou verbaasd zijn als hij de Mol is. Dat heb ik ook bij Niels. Die heeft toch wel dingetjes gedaan dat ik denk van ja, als jij Mol was geweest, had je hier echt wel gezorgd dat er geld uitpot was. Bijvoorbeeld met die joker die toen hem gegund werd, had hij echt wel kunnen zorgen dat die 2000 euro uit de pot was gegaan. Ja, en dan blijven we dus bij Merel en bij Sarah over. Merel zat ik in het begin heel erg op. Maar die heeft toch best wel wat geld in de pot gebracht. Het is alleen met die double checking woman. Ik blijf met die double checking woman zitten. En Sarah is een type wat heel vaak dingetjes opnieuw wil checken. Wat heel vaak dingetjes dubbel zegt. Maar ja, Merel is natuurlijk journalist. Dus die moet ook feiten dubbel checken. Breng me wel bij het volgende. Merel heeft bij de opdracht Russisch roulette de envelop getrokken met 2 rode schermen. En dit is natuurlijk een cruciaal ding in de aflevering. Er waren gewoon sowieso te veel kandidaten, dus er moesten op een gegeven moment 2 kandidaten afvallen. Je kunt een finale met 4 spelen. En misschien hadden ze nog iets gedaan dat er van tevoren iemand was afgevallen. Maar het is een logisch punt in het spel dat er 2 kandidaten af gaan vallen. En wie beter dan de mol zou die envelop kunnen pakken. En dan zou je denken, ja Merel, dan ben jij dus de mol. Ja, daarentegen heeft Sarah een envelop gepakt met -1000, wat typisch een molle actie is. Sinan had ook -1000. Oh jongens. Ik denk dat we echt moeten wachten tot volgende week. En ik hoop dat die hint met die opdrachttitels van mol is. En dat je dus dan initialen waarschijnlijk gaat krijgen of een naam of iets. Maar dat in ieder geval duidelijkheid gaat geven. Maar ik ben heel bang dat je gewoon SC krijgt. En dat het dus kan slaan op Sinan en op Sarah. Omdat die allebei de initiale SC hebben. Ik heb op dit moment al mijn punten op Sarah gezet. Ik hoop dus echt dat zij sowieso de mol is. Want dat is goed voor je punten. Op wie heb jij je punten gezet? Laat het even weten hieronder in de reacties. Vergeet niet te abonneren.